I came in like a wrecking ball. Oké, lekker. Hallo jongens en meisjes van Tall Girls Gaming, welkom weer bij deze nieuwe video. Vandaag namelijk een Q&A samen met mijn zus Zeynep. Vertel eens even kort aan de kijkers een beetje over jezelf. Nou, ik ben Zeynep, Tall Girls de zus, 18 jaar oud. 18, ja. Wat wil je meer weten? Oh, bijna, jij wordt ook bijna 19 en ik bijna 17, dus ja, we zijn alweer best wel oud aan het worden. Ik heb al heel veel vragen, 14 vragen via Twitter. Volg je nog niet op Twitter, links hier beneden in de beschrijving en laten we beginnen. Wat is jullie allergrootste droom? Mijn allergrootste droom? Ja. Die heb ik niet, denk ik. Ja, heb je geen allergrootste droom? Dus zo van... Hey. Nou, ik wou vroeger altijd een danseres worden. Ja, nog steeds? Ja, nog steeds. Dat is wel mijn grootste droom eigenlijk, denk ik. Oké, zij wordt dansen, ik word YouTuber en dan gaan we samen YouTube veroveren. Dat gaan we doen. Wat is het beschamendste wat jullie hebben gedaan? Wij tweeën. Nou nee, eigenlijk apart. Dus wat heb jij ooit in je leven gedaan dat echt zo beschamend was dat je zeg maar in je slaap niet kon slapen omdat je erover ging nadenken? Nou, ik vond het zo erg. Ik heb zoveel beschamende dingen in mijn leven gedaan dat ik het gewoon niet meer kan herinneren. Noem maar eentje. Noem maar gewoon eentje. Ja, ik weet niet. Ik doe gewoon van de raarste dingen op een moment. Ik weet het gewoon niet meer. Oké, okay, moet ik zoveel mij vertellen? Rare dingen. Ja, ik vertel mij, denk jij maar nog na, want je moet sowieso één iets opnoemen, oké? Okay? Ja. Ik was een keer bij Job, toch? En toen viel ik serieus uit het raam naar beneden en toen kwam die vader zo kijken omdat hij in de tuin zat zo naar boven, zo van what the fuck. Dus ja, dat was best wel beschamend. Nou, bij mij was het zo, nou dit is niet de beschamendste verhaal, maar een van de beschamendste verhalen waren dat ik in de bus was gevallen. En iedereen keek me aan, dus dat was nogal chaos. Oké, dat is beschamend. Ja, dat is beschamend. Wat vind je ervan dat ik op Tolkans school zit? Op Tolkans wat zit? Luca zegt dat hij op mijn school zit, wat vind je daarvan? Oh. Ja, ik zat ook op school, dus ik wou net zeggen, wij zaten. Ik heb daar ook HAVO gestudeerd, dus ja, ik zat daar ook op. Wat vind je zus van je kanaal? Wat vind je van mijn kanaal? Super, geweldig. Yes, want dat wou ik horen. Super. Wat vind je super irritant aan mij? Gewoon, je mag alles wat je wil zeggen. Het maakt niet uit dat je niet op YouTube komt. Je super mag zeggen wat je wil. Irritant aan jou? Nou, je hebt wel vaak irritante dingen. Ja, noem eens één, heel erge. Ja, wat kan ik zeggen? Zeg wat je wil. Irritantste ding. Soms denk ik te veel aan jezelf. Ja, vooral als je met YouTube bezig bent, ben je nogal egoïstisch. Laten we zo zeggen. Dus dan denk je niet aan je familie, maar gewoon eerder aan jezelf. Focus op je video. En de rest, I don't care. Zo denk je. Oké, dat is waar. Ja. Dat is waar. Wat is het leukste wat we samen hebben gedaan? Ik heb wel één iets. Ja, vertel wat het is. Oké, wij deden vroeger, 5 jaar, 6 jaar geleden, altijd karaoke's hier zo, bij mijn kamer. Herinner je dat nog? Ja, ja. Toen gingen we allemaal songs pakken en toen gingen we zo'n instrumental en dan gingen we de lyrics openen en dan gingen we helemaal los. En dat herinner ik me heel goed. En dan meestal de reacties en ik meer zingen. Ja, dat was best wel grappig. En kom jij nog iets op iets dat we vroeger altijd samen deden wat je echt leuk vond? Ik weet niet. Nee, niks hè? Nee, ik ben altijd in mijn kamer. Hij is altijd bezig met YouTube, jongens. Nooit met zijn familie. Nooit. Dus je bent echt goed sociaal bezig, jongen. Ja, ik ga ook nooit naar buiten, want dan ook vind ik nooit naar buiten. Want je weet toch, het is... Hij mag geen daglicht hebben. Ja, dus ik ben vampier. Liever donker. Ja. Ben je lekker? Ben ik lekker? Ja, dat vraagt Luc van Drio. Ik ben heerlijk. Hebben wij vaak ruzie? PS, je bent geweldig. We hebben niet echt vaak ruzie, maar we hebben wel veel discussies. Ja, vroeger hadden we wel heel vaak, maar toen waren we echt heel klein, maar sinds wij eigenlijk al, sinds wat 12 jaar of zo. Of hij kwam achter me aanrennen, of ik kwam achter hem aanrennen. We gingen of in de wc verstoppen, of in de badkamer. Ja. Ik herinner me dat ik bijvoorbeeld jullie schrik of zo, weet je, in een hoekje, ging helemaal los en toen ging ik gewoon naar de wc rennen omdat ik fucking bang was. Want ja, ze is wel 2 jaar ouder, weet je. Ja, maar alsnog. En ik was 10 of 9, 8, ik weet niet meer. Maar ja, dat gebeurt. Wat is het ergste dat jij je zus hebt aangedaan? Dus wat heb ik jou ooit aangedaan? Vertel maar, herinner je iets dat ik jou heb aangedaan dat je dacht van, what the fuck, waarom? Je hebt me niet... Nee, je hebt me nooit iets ergs aangedaan. Ik prank jou nooit of zo. Nee. Je hebt me nooit geprankt. Nee, oh, ik herinner één keer toen ik je had geprankt. Wanneer? Weet je nog die scheerschuim? Scheerschuim? Ja, ik herinner het echt nog goed. Vroeger was die hele smackcam een hype. En toen ging ik naar de badkamer. En toen ging ik serieus scheerschuim op je gezicht houden. En toen werd je boos en toen deed je terug heen dat niet meer. Ja, en toen ging ik achter je aren om het terug te doen. Ja. Maar dat was best wel lang geleden al. Ja. Maar je moet me niet proberen te pranken, jij? Nee. Leukste aan elkaar. Wat je leukste aan elkaar vindt? Ja. Ik vind je grappig, eerlijk, je bent lief aardig tegenover mij dan in ieder geval. Hoeveel euro was dat? en soms maak je wel domme grappen, maar oké. Dat hoort erbij. Ja, zij is helemaal niet grappig, maar... Nou, bedankt. Dat is wel knap! Dit is een doelvraag, ga een liedje samen zingen. Nee.
probleem. Welke liedjes zullen we zingen? We gaan een liedje zingen. Ik ken geen liedjes dat jij ook kent, weet je. Maakt niet uit, we gaan een liedje zingen. Ik luister heel iets anders. Laten we Wrecking Ball zingen. Die ken ik toch niet meer? Jawel, ik wel. Dat gaan we samen doen. Nee, ik ga echt niet zingen. Jawel. Kom. Ik ga echt niet zingen, man. Gewoon heel hard en raar. Ik heb echt geen mooie stem. Ik ook niet, YOLO. Gaan ik ga het wel. Wacht, andersom. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed. Ik heb serieus mijn keel helemaal kapot, dus dat je het weet. Onder je spel. Ik kan de halftekst niet lezen. Deny. Ja, want statief staat voor YOLO. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always love you. I came in like a wrecking ball. Salam, broeder en zuster. Wat vind je van Tolkan zijn neus? Aleikum salam. Tolkan de neus? Ja, mijn neus. Ik vind het mooier dan mijn neus, in ieder geval. Ja, het is wel een beetje driehoekig, Illuminati dingen. Jij hoort een en al bij de Illuminati. Dus... Ja, kijk, zelfs hij weet dat. Helemaal perfect voor hem. Waar zien jullie jezelf over 10 jaar? Ik denk niet dat ik nog hier ben, maar... Waar ben je dan? Ja, niet hier. Oh ja, dan ben je uit huis. Ja, want dan ben ik hoe oud? Ik ben nu weer... Oh, wacht, 17? Je wordt 27. 27, oh shit. Ja, dan word ik 29. Ja, ik denk niet dat we nog hier zijn. En als we hier wel zijn, dan kunnen we elkaar een platte hand geven. Platte hand. Ja, dan hebben we nog langs bij je huis om je platte hand te geven. Okay, laten we zo zeggen. Dan hebben we het sowieso niet gemaakt in het leven. Als we nog steeds dan over 10 jaar hier bij onze ouders wonen. Ja, over 10 jaar zie ik me gewoon uit huis. Getrouwd, kinderen, baan. Ja, als wat? Bij een bank, toch? Ja, ik doe banken en verzekeringen, dus ik hoop in een bank te werken. Ja, en ik ga stoppen met school en dan ga ik mijn leven pesten en dan word ik een zwerver. En dan ga ik proberen aan YouTube te doen, kijk, dan gaat niemand kijken naar mij. Daar geloof ik met al mijn hart, dat je gewoon later onder een brug gaat werken of werkloos blijft, weet je. En dan ga ik volgen onder de brug. En dat is ook echt wat voor jou volgens mij, hè? Ben je gedwongen om deze Q&A te doen? Ja. Wie is gedwongen? Ik. Ze kwam gisteren naar mijn kamer, ze zei wij moeten een Q&A opnemen, anders ga ik je mishandelen. Anders ga ik slaan met de riem. Ja, en dat deed ze een keer 5 jaar geleden. Dat deed heel veel pijn. Die heeft nog steeds een litteken. Ja, maar wat je verdient, dus. Ja, dus ik ben gedwongen. Like als je medelijden hebt. Geen medelijden hebben. Zij lacht wel op dit moment. Vooral niet. Maar ik kan elk moment huilen. Oké, jongens, dat was het. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk samen met mijn zus? Vergeet dat duimpje omhoog niet. Abonneer voor meer video's. Bijna de 25.000 abonnees. Non. Zie ik jullie... Nee, dat deed ik verkeerd. Dan moet ik eigenlijk zeggen, non zien wij. Ja, oké. Non zien wij jullie weer ooit.